Ik heb zojuist mijn Valve Index VR set binnengekregen, die ik 2 maanden geleden besteld heb. Dus ik dacht, ik doe even een leuke unboxing video. Dan kunnen we eventjes kijken wat er allemaal in de verpakking zit. Oké, dan gaan we hem eerst eventjes opensnijden. Dan kunnen we maar 1 take van maken en als die mislukt is, dan houdt het op. Nou, dat is al meteen een heel vloeiend begin. Zo. Nou, eens kijken wat er allemaal in zit. Wow. Heel shiny allemaal. Dus de 2 knuckles controllers. Die de stand van je vingers kunnen detecteren. Ze zitten aan je handen vast. Dus als je iets gooit en je laat het los in VR, dan blijven de controllers netjes aan je handen zitten. In plaats van dat ze door je tv heen vliegen of iets. Dit zijn de lighthouses. Ongeveer hetzelfde als die van de 5 Pro. Net een beetje anders, maar functioneel hetzelfde. Wow, dit zit helemaal vast. Leuk Hello World doosje met... Het is nog gezeild. Er zit een microfiberklot in. En waarschijnlijk wat documentatie. Dit zijn de knuckles controllers. Zijn op zich best nog wel klein. Heel licht ook. Er zit tegenwoordig een analoog stickje op. Dit is de touchpad. Die is drukgevoelig en die is eigenlijk voornamelijk nog in 1 richting voor scrollbewegingen en dat soort dingen. Maar opzij detecteert hij ook nog een beetje. 2 knopjes. Een trigger. Die is analoog en aan het einde met een klein klikje. En hier is een strap waarmee je hem aan je handen vast kan maken. Dus dat is die. Dan hebben we hier de bril zelf. Het is heel shiny nog. Schermfolie erop en alles. Er zitten 2 cameraatjes hier zo voorop. Er wordt van gezegd dat het voor pass-through is, maar ze staan wel veel verder uit elkaar dan je ogen. Dus ik verwacht dat dat niet heel erg lekker werkt. En dan hier hebben we de koptelefoontjes die ontzettend goede geluidskwaliteit zouden moeten geven. De grap van die koptelefoontjes is dat ze dus niet op je oren zitten, maar dat ze ervoor zweven. Dus in hoeverre je dan last hebt van je omgevingsgeluid nog, dat zal best wel veel zijn. En in hoeverre andere mensen last hebben van jouw geluid, daar komen we nog achter. Dit is om de afstand tussen je ogen in te stellen. Die weet ik niet waar het voor is. Oh, dit is gewoon je home knopje waarschijnlijk. Hiermee kan je de afstand van de bril tot je ogen instellen. En hoe dichter bij je ogen het zit, hoe groter je blikveld is. En als je een bril draagt, dan moet je uiteraard wat verder weg. Dit is comfortabel en voelt veel chiquer aan dan het schuimrubber van de gewone 5. Op zich lijkt de bril nog best wel een beetje zwaar. Maar schijnt lichter te zijn dan de 5 en ik geloof zelfs dan de 5 Pro. Dit is de zogenaamde frunk. Dus een trunk aan de voorkant. Dit kan eraf, dit laat ook infrarood licht door. En hier zit een compartiment achter waar je dan allerlei apparatuur in kan stoppen om de functionaliteit nog uit te breiden. En dan weer kijken of je hem er weer in kan krijgen zoals hij eruit komt. Een beetje een uitdaging. En deze 2 groene lusjes, die zitten er niet voor de sier, want deze verpakking heeft een dubbele bodem. Dus als we dit helemaal eruit tillen, dan hebben we nog veel meer. Dus hier zitten de accessoires verborgen die bij de set horen. Je hebt hier 2 standaarden waar je de lighthouse op kan bevestigen, maar tevens kan je ze daarmee aan de muur maken. Dus dat is handig. Hier zitten de adapters voor de lighthouses met de kabels die erbij horen. Hier de kabels voor de knuckles controllers om ze mee op te laden. En hier zit de adapter in voor de headset zelf. Hier zit nog een speciaal inzetstukje voor als je hoofd te klein is voor de headset. Dan kan je dit erin doen. En sommige mensen vinden het sowieso comfortabeler zitten. Het is heel zacht spul. De
Dus dat zit onderin nog verborgen. Dus ja, dit is een complete set eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe het beeld is. Want er zitten nieuw type lenzen op. Dus gaan we hem uitproberen.